Ik ben Sefrin Benaskar, ik ben de eigenaar van Batata en Vis. Ik ben vorig jaar, rond augustus ben ik echt begonnen, maar met Batata en Vis. Ik ben echt gaan staan sinds 2 maanden geleden. Ik ben Batata en Vis begonnen omdat ik 6 maanden vorig jaar in Marokko heb gezeten. Ik wilde heel graag mijn eigen onderneming starten en toen ben ik een beetje gaan brainstormen. Wat is nou goed in Marokko en wat is nou goed in Nederland? Nou staat eigenlijk in Marokko is het wel bekend dat de patat in Marokko niet echt helemaal lekker is. Patat is sowieso goed in Marokko en Nederland. En toen heb ik samen met mijn vader een beetje overlegd. Hij kwam met het idee om vis erbij te doen. En samen werd het een vis en chips concept. Batata is in het Arabisch patat. En vis is zoals iedereen weet in het Engels vis. Wij maken onder andere dus vis chips. We verkopen ook belichte broodjes. Gerookte zalm, een broodje kibbeling. Smoothies, mojito's, virgin mojito's. Frisdranken en noem maar op. Lekker bekjes, visfriet. Van alles en nog wat. Wij staan nu alleen nog in Amsterdam en Almere. We staan 2 dagen op de Proosterstraat en 1 dag op Stadhuisplein. Verder staan we in Amsterdam op plein 4045 en Bijksloten-Meerplein. Wat wij bij Batata en Vis echt aanbevelen is een vis en chips menu. Het is dit menuutje. Lekker volle bak patat met goede kibbeling, diverse kruiden erop en saus naar keuze en sowieso nog een drankje naar keuze. Wij zijn te vinden op social media, op Batata en Vis en ook op Facebook. Iedereen moet gewoon zo snel mogelijk naar ons toe komen, omdat wij gewoon de lekkerste vis en chips verkopen. Met veel liefde en zoals ik heb veel lekkere kruiden. En het is net andere bijt dan wat je gewend bent.